Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 28 januari. Het is tijd voor de eerste dag van een nieuwe week. En ik heb me zojuist helemaal klaargemaakt. Ik heb deze trui aan van de Hennis Maurits broek. Dat is spijkerbroek en Fila schoenen. En de spijkerbroek is van de H&M. Fila schoenen zijn van JD Sport. En ik ga zo meteen met mijn moe gaan we naar mijn opa toe met de hond. Alleen, we willen dus net weggaan en het begint keihard te regenen. Dus wat er eigenlijk vandaag allemaal op de plan staat, is naar mijn opa toe. En daarna kom ik thuis en dan ga ik even mijn kamer helemaal opruimen en dat soort dingen doen. Want dat is ook echt nodig. Ik ga de ravage niet laten zien, want het is echt dramatisch. Maar ik ga jullie weer meenemen in mijn week. We gaan zo meteen naar mijn opa. Ik heb met me omgekleed. Ik heb net al een outfit gedaan, maar deze jas gaat er ook nog bij. En dit is zeg maar een hele lange jas. En deze heb ik gekocht bij H&M in de sale. En die is super leuk en echt zo'n beetje zo'n zakelijk jas of zo. Ik vind het wel echt heel tof. Hij is lekker lang, dus hij komt letterlijk over de knie. Echt een hele toffe jas. En dan is dit mijn outfit voor vandaag. Yes! Zoals je kan zien zijn we bij mijn opa thuis en mijn opa heeft best wel leuke dingetjes hier hangen van mij vroeger. En die wil ik jullie even laten zien. Ik ga jullie meenemen in het evolutie van mij. Dit ben ik, kijk. Dit was ik. Mam, hoe lang geleden was dit? Dat deze foto was gemaakt? 5 jaar geleden. 5 jaar geleden alweer. Wow, kijk. Kijk uit, ik ben ook bij hier. Kom. Dat ben ik. Yeah. En dit heeft mijn opa altijd nog bewaard. Dit heb ik in groep 5 of 6. Nee. Toen ik 5 of 6 jaar oud was, heb ik deze gemaakt op de BSO. En mijn opa heeft het altijd al bewaard. En kijk, die kleurencombinatie. Echt perfect. Oh mijn god. Dit was mijn klassenfoto in groep 6? Nee, ik lieg. Dit was mijn klasfoto in groep 4 of 5. Ik had echt hier een te schattig kopje. Maar what the heck with dit? What the heck is gebeurd? Weet je wel, en die kledingcombinatie. Ik vind het wel tof. En dit is mijn zusje trouwens. Maar echt, die kledingcombi was echt tof gewoon. En dit ben ik nu. Maar dat weten jullie allemaal wel. Hey. Inmiddels is het nu 12 uur en ik heb een beetje de hele dag gewoon, of de hele avond eigenlijk een beetje in bed gelegen. Niet zo heel veel gedaan, vlogs gekeken, niet echt vlogbaar. Maar ik hoop dat morgen wel weer een hele leuke dag gaat worden. Jullie gaan het allemaal zien in deze vlog. Ik ga lekker slapen en dan spreek ik jullie morgen weer. En dat is bij jullie over 3, 2... 1. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En ik heb me zojuist klaargemaakt. Ik heb deze Tommy trui aan. Broek komt van H&M en schoenen van Fila. Die kennen jullie allemaal wel uit de vlog. Deze komt van de Bijenkorf. Ik ga zo meteen weg. Ik heb zo meteen met Ines afgesproken om te gaan shooten voor Instagram. Want we need nieuwe foto's op onze Instagram. Lekker goed Nederlands en Engels door elkaar. Helemaal top. Ze is er over 10 minuten bij het station. Dus ik ga nu die kant op fietsen en ik neem jullie mee. We lopen dus
nu in de stad en ik ben met Pientje. En we lopen nu naar Kek en dan gaan we lekker een kopje koffie drinken. En het regent. En ik zweek me nu al dood. Dus we gaan lekker naar Kek en nemen jullie mee nog. Lekker of apart? Apart. Ja? Oké. Nou, wat zei je? Ik heb een muts mee. Ja, letterlijk een muts mee. Gasten. Oké, we hebben net lekker gedronken bij Kek en we gaan nu naar... weten we nog niet. We gaan nu naar de vintage store om daar eventjes te gaan kijken of we nog... Zullen we eerst foto's maken? Ja, we gaan eerst foto's maken en daarna naar de vintage store of eerst naar de vintage store en dan naar... Ik wil eerst foto's maken. Ja, we gaan eerst foto's maken en dan gaan we naar dit is wel een leuke de vintage locatie. Store. Ja, dus kijk, we zijn nu lekker bij de grachten. Wat? Oh, dat is leuk, bij die. Ja, ik denk dat dat wel leuk is. Gewoon hiervoor, maar dan moeten we niet iemand duwen. Oké, even aan de kant. En dan gaan we foto's maken. Oh, dat is aardig. Dus gaan we nu foto's maken. En dan gaan we lekker daarna naar de vintage store. Hey! God. Die is tof. Je vindt er zelf niks. Jawel, ik vind het gewoon grappig. Je kan het zo hebben, die kleur. Nieuwe prom dress. Ja, jongens, ik ga naar prom. Ik vind het geen leuk idee. Oké, film je reactie. Oké. Heb je hem aan? Ik heb hem nog niet gezien, maar ik vind het oh my god. Carnaval vieren, dan ben ik AGL, weet je wel. Oh, daar ook een split. En die rug ook mooi. Ik vind het net iets te... losjes, maar misschien kan je dat innemen. Nou, ik vind hem tof. Kijk naar mij. Hallo Zemermin. Hallo. En... lieve schat, hoe voelde het nou om volgende dag prinses te zijn? Ja? Ja? Oh, heb je nog aanbiedingen gehad van knappe mensen? Nee? Dus, voel jij nou Ines... Nee, dat was het niet. Dat was een andere video. Welke? Die video dat jij daarmee keek en dat ik zo stond en daarna deed ik dit zo. Die heb ik niet. Ik zweer het je. Wacht, 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 wacht. Ga kijken. Wacht, is die het? Nee, kijk even. Is dat deze? Is die? Ja, dat is hem! We hebben hem gevonden. Maar dus, wil jij nou de prins op het witte paard zijn van nee, I? Stuur dan al even een berichtje op Instagram. Het is hartstikke leuk. It's happiness. Nee. En misschien trekt ze wel die blauwe jurk aan voor jou. Echt, wil jij Jamie's prins op het witte paard zijn? Bel me dan niet. Je moet hem eerst kussen, want hij is eerst een kikker.
kikker, de frog is de kok. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig met Ian in de stad. En niet zo heel veel gekocht. Alleen nog wat in de aanbieding qua voedsel. Ik ga me nu eventjes omkleden in wat chills. En dan plof ik lekker in het bed. Want ik ben best wel een beetje moe. Dus yes. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag, de laatste dag van deze vlog. Het is nu 10:00. En ik heb gisteren niet meer echt de vlog afgesloten. Maar dat komt omdat ik gewoon zo ontiegelijk moe was. Ik ging in bed liggen toen. En toen ben ik echt direct in slaap gevallen. En ik ben letterlijk misschien net een uurtje wakker. Ik heb net vlogs gekeken. En ik ga nu lekker uit bed. Want vandaag is zeg maar edit dag voor mij. En ik heb vandaag ook nog een afspraak bij mijn werk. Dus even misschien vanavond een verjaardag. Ik weet niet of ik dat trek. Omdat ik ook best wel hoofdpijn heb en zo. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Ik neem jullie vandaag weer mee. En we gaan beginnen met deze dag. Oké, inmiddels is het alweer 10:50. Ik ben helemaal klaar met de vlog. Kijk maar. Hij is lekker lang. Hij is nu 11 minuten geworden. Ik vind de vlog super grappig ook. Vooral dat stukje met Ian in dat paskamertje dat ze jurken ging wassen en zo. Maar dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Ik ga zo meteen lekker douchen. En mam, gaan wij nog wat doen vandaag? Nee. Gaan we niet meer naar de soep? Oké. Nou, dan ga ik me zo meteen douchen en omkleden en alles doen. En ik heb om 4:00 een gesprek, dus dat komt helemaal goed. En ik ga nog denk ik even lekker vlogjes kijken ook. En dan, yes, is deze editdag heel productief begonnen. Oké, inmiddels heb ik me helemaal klaargemaakt. Ik ga zo meteen weg. Ik ga zo meteen even naar mijn werk toe om even daar te praten. Niet heel erg of zo. Maar dit is wat ik aan heb. Deze Ronnie Flex trui. Deze roze. Deze heb ik gekocht bij de Cool Cat. En ik vind hem heel tof. Met Ronel. Staat erop. Zwarte broek. En mijn fans. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik heb het gesprek gehad. Was niks aan het handje. En nu ben ik in mijn kamer, zoals je kan zien. Ik heb dus net mijn kamer eventjes opgeruimd. Even mijn bed helemaal opnieuw opgemaakt. Mijn kleding, zeg maar, hier, daar, heb ik allemaal netjes opgevouwen. En Kiara komt vanavond slapen. Dus, ik heb ook gelijk haar bed helemaal opgemaakt. Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 6:55. Ze is om 7:00 klaar met werken. En dan, is om 7:00 klaar. Dit is wat ik aan heb op dit moment. Ik heb deze trui van de H&M. Daar komt chill outfitje. Mijn daily paper broek en witte sokken. Zoals jullie kunnen zien, sta ik weer in mijn vertrouwde plekje. In de schuur, bij de frituurpan. En ik ben met Kiara! Kijk hoe goed de kwaliteit is. Zo. Mooi. Dat is echt mooi. Oh, even de rechter. We zijn lekker live. Op Insta. Op het Insta-account van Kiara. We zijn aan het facetimen met Lois. Van Just Being Lois. Heeft nog steeds geen YouTube kanaal. Wil je Lois nou gezellig volgen op Instagram? Dan kan dat. Hashtag famous people over here. En dan moet je doen. Apenstaartje en dan Just Being Lois. Ja. En dan kan je haar volgen. Kan je al haar foto's liken. En allemaal reacties zetten onder. En helemaal top. En ondertussen drinken we lekker een kopje thee. En Zijn we vakantie aan het kijken naar Ibiza. Español. Q
Kiara, doe dat alsjeblieft nooit meer. Jezus, slaap lekker in, korte broekie. Oelala, Spanjoor. Oké, dit. Yay. Nou, dat was dit. De vlog voor deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. Want dan krijg je een melding van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. Volg mij op Instagram. Kiara1721. Doe dat niet, want je krijgt allemaal haatreacties tegen. Zit onder in de beschrijving. Oké. Dus, dan hopelijk dat jullie hem leuk vonden, deze video. En dan zie ik jullie... Wat? En dan zie ik jullie donderdag weer terug op mijn YouTube-kanaal. Tot donderdag. Bye.